Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. Het is 1 augustus 1942. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang bezig. Ik heb een kleine tijdskip gemaakt met de vorige aflevering dus. Anders was het vooral 10 minuten wachten op soldaten die in positie gingen lopen. Dat is min of meer gelukt. Sommigen zijn nog een beetje aan het bewegen, maar mijn oorlogsclaim is bijna verlopen. Dan zou ik hem volgens mij voor de derde of vierde keer laten verlopen. Dat gaan we uiteraard niet doen. So, we call them to war. Ik geloof dat de Verenigde Staten inmiddels wel erg kwaad op me is. Cold Warms. Nee, dat dacht ik al. Improve Relations, dat is misschien wel handig. Qua research. Ik heb hier nog een paar stability dingetjes gekozen, dus dat zou een beetje op moeten lopen. Dit gaat ook zo. Die nog nodig. Dit hebben we niet meer nodig. Ja, trouwens, daar natuurlijk wel. Als Brazilië veroverd is. Vanuitgaande dat het lukt. Ik denk het wel. We gaan overal tegen één divisie of zo, dus allemaal niet zo heel spannend. En hier. Daar. Daar. Oh, het is één mega provincie, juist. Ik wil even kiezen, dan kun je beter naar die. Dan moet je omlopen. Niet helemaal lekker uitgewerkt dan. Als jij dan zo doet, en jij bent naar die. Zo. Ja, dit is dan weer een hele grote. Het is niet heel logisch opgebouwd, maar goed. Die is dan weer zo in te nemen, blijkbaar. En dat gaat dan zo. Benieuwd of deze naval invasion gaat lukken. Ja, ik heb hem wel aangemaakt. Dit lukt dus, mooi. Ik heb gekozen voor een iets andere strategie met de Navy. Ik heb hem op Support Strike Force gezet. En dan lijkt het alsof je meer gebied kan beslaan. Dus dat is mooi. Het levert niet in zoverre veel op dat ze. Het is dan via divisies, dus dat zal mislukken. Ja, precies. Hoewel. Allemaal hierop inzetten. Nee, ze zijn al terug. Nee. Maakt niet uit, kan ik nog wel niet moeilijk trainen. Dat kan. Eenmaal. Ja, dat is wat mij betreft prima. En dan mag je je dus bij de Marines voegen. Zo. Ja, nog een keer door de fase heeft, dan denk ik bij de zin, maar ik denk dat we nog te kunnen doen. Dan gaan we zien. Oh, hij gaat alweer. Hey, zoek je Bolivia als mijn manier bevrijd. Als we dit dan zo af kunnen snijden. Oh, dan zijn we bijna bij de hoofdstad zelfs. Oh, heel mooi. Dit blijft uiteraard de hoofdaanval hier. We kunnen hier iets omsingelen, denk ik. Zo. Dan hebben we hier twee divisies die we in ieder geval insluiten. Kijk, dat is wel gelukt. Mooi. Delete. Dit kleine stukje hier. Nou, trouwens. Nope. Van hier naar volgende haven. Daar dan. Select all. Zo. Nou, verzamelen dus. De vloot. Is dan hier niet meer nodig, maar hier wel. En ook dan weer naval support. Dat die wel binnen bereik. Ja, mooi. Oké, dit is ingesloten. Mooi zo. Die kunnen we blijkbaar ook zo innemen. We hier even blijven schieten. Daarheen. En zo. Alright. 10 dagen, daar valt allemaal wel mee. Hoe gaat het hierboven? Oh, die zijn vooral aan het schuiven, maar
Ah, dan heeft hij ze weer aan elkaar gelinkt. Dat was niet de bedoeling. Gewoon zo. Niet meer, niet minder. En je aanvalsplan is... gewoon dit hier. Dus dat gaan we doen. Niet meer, niet minder. Zo. Komt u maar. Kijken of dit lukt. Ik zie groen. Dat is mooi. Go. Jullie gaan weer vertrekken. Mooi zo. Kijk, die is leeg. Dan kun je die gewoon innemen. Ja, politiek. Er komen steeds die Bella Allies. Even kijken. Misschien moeten we nu maar gewoon eens even wat ouderwetse naval investment doen. Hier zit ook nog wat. Master Impact. Division Training. Construction. Faction Research. Ja, we zijn geen lid van een fractie. Free Repair. Factory Repair Speed. Air Production. Resistance Growth en Dockyard Output. Dat is misschien wel handig. We kunnen een sterk gevloot hebben. Radar. Oeh, en ik zag ook iets van rockets. Dus er is ook weer ruimte voor een nieuw schip. Er is maar één vloot, dus daar hoeven we niet lang over na te denken. Meer staal nodig. De Sovjet-Unie kan het nog steeds leveren. Dan houden ze dus nog stand. Mooi zo. Daar gaan we Marines. Kijk, dat wordt niet verdedigd. Dus dat is mooi. Stop maar, zo is goed. Jij ook. Zo. En een beetje deze kant op. Ik weet niet wat hier gaat, maar jullie kunnen nog steeds naar daar. Oh kijk, hier zijn ze al doorgebroken. Mooi. Heb je wel een front dan? Ja, blijkbaar wel. Oh, de Nederlanders. Of is het? Nee, het zijn de Fransen. Uit. Unassigned divisions. Oh, dat zijn jullie. Wow. Zo. Ik krijg straks natuurlijk heel Brazilië erbij, maar dat zien we dan wel. Oh, hier kunnen we heel mooi omsingelen. Zo. Ook daar trouwens wat wijzigingen aangebracht. Ik moest daar met tientallen fighters. Die hebben we blijkbaar over. Zo. Ik ga je ding doen. Ik weet niet waar de rest van de luchtmacht is gebleven. Daar zo. Dat zou ik bij moeten passen, denk ik. Ja, net niet. Zo. Go, go, go. Een aansluiting maken nu. Het komt.
Dat klopt niet meer helemaal. Zo. Oranje regelen dat middenstuk dan zelf maar even. Ik kan het hier weer een beetje afhalen misschien. Zo ja. Als jij die pakt, dan heb je de rest mooi omsingeld. Lastig is dat het allebei groen is natuurlijk. Kan ik misschien met faction map mode. Kijk, ja, dat wij zijn wit, zwart, maar dat is in ieder geval ietsje duidelijker. Dit is één ding, ja. Is dat in ieder geval? Ik kan misschien beter eerst die pakken. Als we die insluiten, kunnen we die andere drie opsnoepen. Hier ook allemaal. Of dan niet allemaal trouwens. De rest kan dan hier naartoe. Het gaat dan blijkbaar nog niet zo heel makkelijk. Dit is nu omsingeld, dat is goed. Oké. Marines houden stand. 31 hier. 21 mag dan daar. Deze zo. Tweeën daarbij. Die kan het water daarop schuiven. Jullie kunnen die kant op. Nee, nog niet althans. Dat is 100. Mooi zo. Zo. Volgens mij zijn ze al geslagen. Is die van overrun? Sluit op. Allemaal daarheen. Deze frontjes kunnen dan weg. Hop. Dat iedereen het even netjes opruimt. Free dockyard, daar gaan we weer. Armada die Mexico, 29 schepen nu, gaat echt de goede kant op. Eens even kijken, als we dan toch met schepen bezig zijn. Armor en hitpoints, ja. Oeh, maximum range. Maar dan nemen we de carriers. Nee, dan pakken we deze, maar die mag niet, want Gulf Coast Naval Yards. Die hebben we nu. Dit kan sowieso niet. Aviation Works. Motorized Research. Artillery Research. Nou, allemaal een beetje achterhaald. Ik heb veel eerder moeten doen. Military Theorist. Ook weinig zin meer. Nee. Dat is de timer. Fleet Logistics. Maximum Range. Of meer attack. Ik ga vooral voor range nu natuurlijk. Ja, het loopt. Ze zijn al verslagen. Ik moet er in ieder geval even ingenomen worden. Als je nou eens daarheen gaat. Het is nog niet helemaal bekeken, maar het gaat wel de goede kant op. Door naar Rio de Janeiro. Wings with no mission. Oh, past niet. Ik gooi. Nou ja. No merchandise. Zo ja. 200. Niet op de fabrieken.
Nee, hier komen we nog even niet doorheen. Een paar Spaanse troepen ook inmiddels. Dat hij dit even opruimt. Zo. Daarheen. Ook maar hier. Ja. Ik heb iets vergeten. Ja, kijk. Een blokje. Regel jij dat? Zo zien we wel. Wow, supply is echt een probleem. Tijd dat we die logistiek mannetjes erbij zetten, want we hadden het wel al gedaan. Ja, alright. Goed, ik ga deze aflevering afronden. Het gaat al op zich allemaal prima. Brazilië is ook gewoon verslagen. Alleen geven ze zich ook niet over. De hoofdstad gaat, oh nou, misschien net wel vallen. Radio detection, hartstikke goed. Eerst even samen die inneemt, er staat niemand. Nergens last van. Gelijk, iets beter radar dan. En dan wordt hij toch opeens verdedigd. Eerlijk. Zo, alles hier rond dan. Meteen door naar daar. Daar gaat hij, kun je net zo goed zo aanvallen. Wounded General. Ah, kijk, hij stond hier aan. Nou, ik hoop dat ik hem even net meepakken dat hij ook gaat vallen, maar zo te zien niet. Hoe gaat het hier? Het stopt langzaam wel in. Wow, wat ben jij langzaam. Natuurlijk is er een supply probleem, snap ik allemaal, maar dan nog. Spend 100. En dan ga ik hem echt afronden. 26 november, het gaat allemaal op zich nog wel sneller hoor. Het is natuurlijk een enorm land, bijna allemaal jungle. Kijk ook hier beneden. Dus dat doen we het helemaal nog niet zo slecht. Een klein stukje is er nog over. Hé, de Ella's zijn ook binnengevallen. Dat is dan wel jammer. Ik denk dat ik die niet kan innemen. Maar goed, het zij zo. Wat wordt het volgende doelwit? Gaan we de oversteek maken? Wat op zich wel heel tof zou zijn. Sterker nog, dat lijkt me echt lachen. Als we hier nu gewoon even Noord-Afrika binnen gaan vallen. Zitten daar wat leuke resources toevallig? Staal, maar dat valt dan net buiten. Zo, helemaal niks. Dat had ik niet verwacht. Ja, een klein beetje olie. That's it. Niet helemaal waar ik op hoop. Ja, hier. Maar ja, dat is al van de Allies. Liberia zou kunnen. Beetje ver gezocht misschien, maar... Nou, het kan wel vrij snel. En niemand die ze gegarandeerd. Dus kunnen we 11 rubbel binnenhalen. Misschien een leuke uitstap voor de volgende keer. Deze aflevering is dus ten einde. Ik zeg bedankt voor het kijken, terwijl toch de hoofdstad gaat vallen, zo te zien. Nou, dan pak ik hem toch maar even mee. Misschien is het genoeg voor de overgave. Ik denk het nog niet. Nee, die laat nog heel even op zich wachten. Of toch niet? Ja, wel. Goed. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.